Meneer Slootmans, uw partij organiseert nu zondag in Lier om 14 uur een communautair congres. Maar waarom organiseert uw partij een communautair congres? Ja, het is enerzijds gemakkelijk om te zeggen dat je voor onafhankelijkheid bent en met de vlag voorop gaat lopen. Maar anderzijds is het ook belangrijk dat je als Vlaamse socialist aantoont hoe je die onafhankelijkheid nu juist wil gaan realiseren. Welke stappen je daarvoor moet gaan ondernemen. En dat proberen we aan te tonen bij dit uh, communautair congres. Ja, en zo'n Vlaamse onafhankelijkheid die u bepleit, dat betrekt natuurlijk ook Brussel, maar Brussel is al natuurlijk helemaal verfranst, net zoals de rand of grote stukken van de rand waar u van bent. Vreest u dan niet voor het verlies van deze gebieden? Wel eigenlijk niet, nee. Uh, Brussel ligt geografisch volledig in Vlaanderen en het internationaal recht stelt dat er geen buitenlandse enclaves mogen bestaan in nieuwe staten, wanneer staten gaan opdelen. Dus in die zin kunnen wij internationaal rechtelijk Brussel eigenlijk niet verliezen. Dank u wel, Klaas Lootmans, congresleider. Nu zondag.